Voor het tweede jaar op rij werd het panda-verblijf in Oudehands Dierenpark uitgeroepen tot mooiste ter wereld. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt bij de prijsuitreiking van de Giant Global Panda Awards in Oudehands Dierenpark. Het Nijmeegs bouwtechnisch ingenieursbureau Kroes was mede verantwoordelijk voor de bouw van Pandasia, waar de Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn ruim 7 miljoen euro aan besteed heeft. Kroes sprak al eerder trots over de uitspraken van de Chinese delegatie die bij het bezoek zeer te spreken waren over het bouwwerk. Alans directeur Robin de Lange nam maandag de prijs in ontvangst en was erg trots op de trofee. Ja, is heel bijzonder. Een Panda Award win je niet elke dag. Uh, nou, het is een publieksprijs, dus er zijn uiteindelijk 300.000 stemmers geweest over de hele wereld. Ja, en als die uiteindelijk vinden dat we onder andere het mooiste pandaverblijf ter wereld hebben, ja, dan zijn we daar wel erg trots op er zijn natuurlijk steeds meer panda verblijven door Europa. Hè? Finland is er ook bijgekomen. Uh, nou ja, dus die, die, doen die bouwen dat op hun eigen manier. Gelukkig, hè? iedereen uh, doet, doet, doet toch op een eigen manier zoiets. Uh, maar het is altijd spannend. Dus uh, dat we dat nu op tweede op tweede keer op rij winnen, is heel bijzonder.